Consumenten geven graag hun mening. Maar de manier waarop bedrijven om feedback vragen is vaak bloedirritant. Lange vragenlijsten via e-mails achteraf. Met TryLikes meten wij de real-time klantbeleving en dat doen we zo. 1 vraag, like of dislike. We plaatsen altijd meerdere meetpunten. Voorbeeldje Albert Heijn. Bij een aantal kassa's vroegen we, bent u vriendelijk geholpen? Bij andere kassa's, bent u snel genoeg geholpen? En bij de uitgang vragen wij altijd naar de totaalbeleving. We brachten de momenten in kaart waarop de mensen het minst tevreden waren. En met die real-time data kon de manager en zijn team de vriendelijkheid met 12% verhogen. Probleem bij de kassarij werd verholpen. 21% dislikes ging naar 3. En bij de overall experience steeg met 5%. Dat zijn heel veel blije extra klanten. En we weten allemaal, blije klanten die blijven langer, die besteden meer en die vertellen het aan hun vrienden. Try likes, stop guessing en start measuring. Wauw, nou prachtig, een mooie reclame spot zo. En in de vorm van de pitch. Janneke van der Heuvel, jongens, ik wil eerst even een cijfer hebben voor jullie. Als jullie cijfers zo geven, ga jij even duimpjes ja, geven. Oké, kijk, ik zie daar... Oeh, er komt een hele hoge aan, jongen. Een 8, een 8, een 9, een 10 en een 7. Nou, Janneke, kom snel weer terug. Ik ben er weer. Ja, je bent er weer. Even kijken, je hebt best wel wat hoogst gehaald. Eens even kijken, Mental Tio, een 10. Een 10, ja, kijk, de manier waarop ze het uitlegt. En ze vertelt geen onzin. Ja, je kunt pitchen wat je wil, maar je moet gewoon iets heel duidelijks brengen. En dat doet ze op een hele mooie manier. En ook, ze begint heel erg sterk. Ja. En ze rondt heel goed af. En dat zijn twee hele belangrijke dingen. Want met het intro trek je de interesse. Ja. En met een goede afsluiting denk je, dan blijft het hangen. Oké, okay. Herman, nog vragen? Ja, Janneke gebruikt ook heel veel datapunten. Hè, van, hey, ik heb dit laten zien. Dus echt real-time. Ja. Dat vond ik heel sterk. En verder, ja, weet je, iedereen heeft hekel aan die e-mails met lange vragenlijsten. Ja. Dus dit moet kunnen werken. Janneke, wat heb jij nodig? Wat heb je nodig? Waar ben je naar op zoek? We zijn hard aan het groeien. En we zijn op zoek naar meer bedrijven die hier gebruik van willen maken. We zitten in alle sectoren, retail, events, parken, noem maar op. Hotels, ziekenhuizen. Dus iedereen die dat interessant vindt, is meer dan welkom. Ja, jij krijgt ook real-time feedback. Het is gewoon nog met een stift, maar een 8,4 is voor jou. Dank je wel. Heel goed. Try likes.